Toen ik vannacht een paar keer wakker werd, kreeg ik mee dat er in Parijs een terroristische aanval was. Weer Parijs. En ook al is het een paar uur rijden met de auto, toch is het dichtbij. En het voelt toch ook wel een beetje eng. Daarna zag mijn broer, ik zag net dat mijn broer op Facebook had gezet over Parijs en dat wij hier feesten tegemoet gaan. Ja, wij gaan vooral dan oma's verjaardag vieren. Wij doen niet zo heel veel met Sinterklaas, maar ja, de intocht van Sinterklaas is en toch wel erg feestig, terwijl er zoveel mensen in Parijs zijn omgekomen. Hij zegt, dat voelt heel dubbel. En Wilders riep gelijk, zag ik ook voorbij komen, grenzen dicht. En ik zag voorbij komen dat asielzoekerscentra's is het dan, hè, meer beveiliging is. Ik denk dat dat is omdat die mensen allemaal uit dat soort gebieden komen, waar dat soort mensen vandaan komen. Dat denk ik. Of dat er misschien dat meer mensen dat denken en daarom de asielzoekers zouden willen aanvallen. Mijn Wilders roept dan grenzen dicht en dan denk ik, ja. Je kan, in Amerika is dat ook zo, maar in Amerika zijn ze ook echt helemaal verenigd. Ik bedoel, daar spreken ze in heel Amerika Amerikaans. Amerikaans, Engels. Hier zijn we nog zo apart van elkaar, terwijl we willen één Europa zijn. Tenminste, dat wordt gezegd. Maar dat zijn we niet. Behalve dat de euro één is. Is verder eigenlijk alles anders. Enige die een beetje samenkomen, dat is Vlaanderen en Nederland. En het Waals België. De Walen en Frankrijk. Dus België met Nederland en met Frankrijk. Dat maakt ook dat ik denk, er zit alleen maar België tussen. Tussen Frankrijk en Nederland. En in Frankrijk is het gaande. Het kan nooit lang duren voordat het hier misgaat. Dan moet ik niet bang zijn. Dat heeft geen zin. Maar het is toch, toch een beetje engig. Maar dat klinkt dan heel erg egoïstisch om dan daaraan te denken. Ik denk natuurlijk ook aan iedereen in Parijs. En mensen die daar mensen hebben verloren.
Iedereen die erdoor geraakt is. Daar denk ik in eerste instantie aan. Nogmaals, goedemorgen. En ik ben straks bij jullie terug. Hoi! Kaart voor oma. Die doe ik... Ik weet niet of ik die even dan ga opplakken op het cadeautje. Of gewoon in het tasje erbij doe. Ik weet het niet. Cadeautje voor mijn ouders ingepakt. Dus het kaartje heb ik er tussen zitten. En ik ga zo even snel naar de dierenwinkel om even konijnen voor te halen. Dan ga ik snel douchen en dan ga ik echt de tijd nemen om naar mijn ouders toe te lopen. Ik denk dat dat beter is dan op de fiets. Ik denk dat op de fiets met de hoedenplank te gevaarlijk is. En ik heb nogal snel last van mijn rug hè, tijdens lopen. Dus dan ga ik gewoon lopen, zitten, lopen, zitten, lopen, zitten, lopen, zitten, lopen, zitten. Of zo. Ik zie het allemaal wel. Maar in ieder geval, ben later weer bij jullie terug. Hoi. Ik heb geen zin om mijn bril op te doen. Heb ik al een paar dagen niet, dat heb je waarschijnlijk al gezien. Ik ga, het is nu 20 over 12. Ik ga, en ik heb mijn oorbellen ingedaan. Ik kon de vlinders niet vinden, dus ik heb deze ingedaan. Ik ga mijn schoenen aandoen. Dan moet ik eerst de steunzool even van de ene schoen in de andere schoen doen. Want ik wil mijn look sportief vandaag aan. En dan ga ik lopen naar mijn ouders met de hoedenplank onder mijn arm. En een tas in mijn hand. En een tas aan mijn schouder. Maar dat is een klein tasje. Dus ik denk dat ik pas weer bij jullie terug ben. Als ik in de auto zit of zo. In ieder geval, voor jullie duurt het nog maar heel even. Maar tot straks. Ik heb deze foto. En daarom zal ik voor aanstaande maandag een vlaginstructie afgeven. Om op alle overheidsgebouwen de vlag als op te hangen. Het is volstrekt helder dat een daad zo verschrikkelijk niet onweersproken kan blijven. In Frankrijk zijn en worden inmiddels de nodige veiligheidsmaatregelen. Ik ben al even thuis hoor. Ik had ook al boodschapje gedaan. Ook al boodschapje gedaan. En ik ben nu de afspeellijst van I Am Wildcat aan het kijken van GTA Funny Moments. En ik moet zo meteen nog even de vlog bewerken. Maar ja. Nou ja, oma is 80. Maandag. tot later. Hi. Ik wacht nog heel even tot mijn video geüpload is en dan ga ik naar bed. Het is 9:50. Ik ga zoals altijd eerst nog even een beetje klooien op mijn telefoon. Spelletje spelen, weet ik veel. En ja. Weet je wat er in Parijs gebeurd is? Dat vind ik zo kut. Maar ik probeer er niet zo heel veel mee bezig te zijn, omdat het te dichtbij komt. En het schijnt te zijn, omdat Frankrijk meehelpt met de bombardementen op ISIS.
Daarom schijnen ze gewaarschuwd te zijn. En dat zei ik dus tegen mijn vader, dat ik dat had gehoord. Toen zei mijn vader, ja, maar Nederland werkt daar ook aan mee. Nederland is ook gewaarschuwd. En dan denk ik bij mezelf, oh, ja, maar... Voor hoe lang zijn wij nog veilig? En daar wil ik niet over nadenken. Dus ik hou me daar niet te veel mee bezig. Ik ga zo meteen de wind. De upload is bijna op. Bijna op 100. Hij zit nu op 97%. Dan moet ik nog verwerken, maar dat doet hij ook zonder dat de laptop open is, volgens mij. Tenminste, aan is. Want ik laat hem openstaan. Maar, ik denk dan toch even wacht tot het verwerkt is. Tenzij dat nog heel lang duurt. Maar dat denk ik niet, want het is niet zo'n grote vlog. En dan ga ik slapen. Ik laat de camera laat ik in de woonkamer. Die leg ik aan de oplader. Dus, tot morgen.